Met pamfletten heeft het Israëlisch leger de inwoners van de Gazastrook gewaarschuwd dat het de strijd tegen Hamas gaat opvoeren. Grondtroepen schoten vandaag een leider van Hamas dood die verantwoordelijk was voor het afvuren van raketten naar Israël. Bij de strijd zijn tot nu toe meer dan 800 Palestijnen gedood en in Israël staat het dodental op 13. Tienduizenden pamfletten gericht aan de inwoners van Gazastad. Het Israëlische leger zal de operatie in de Gazastrook opvoeren, staat er in het Arabisch op. De afgelopen twee weken voerde Israël de oorlog vooral met luchtbombardementen en raketbeschietingen. Die gingen vandaag onverminderd door. Het Israëlische leger zegt weer tientallen doelen te hebben geraakt. Daarbij zijn ook opnieuw burgers gedood, zoals 8 leden van 1 familie in het vluchtelingenkamp Jabalia. De doden werden in de kofferbak naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de andere kant in Israël was eveneens weer paniek en verdriet. Door raketaanslagen van Hamas. Een van de raketten raakte een gebouw in de stad Ashkelon. Daarbij vielen 2 gewonden. Vredesbesprekingen in de Egyptische hoofdstad Cairo leveren tot nu toe weinig op. De Palestijnse president Abbas riep beide partijen op de strijd te staken. Maar hij heeft geen enkele invloed op Hamas. Hamas is fel gekant tegen een internationale troepenmacht in de Gazastrook, terwijl Israël dat als voorwaarde stelt. De diplomaten in Cairo proberen uit alle macht die standpunten bij elkaar te brengen. Correspondent Sander van Horen, wat willen de Israëliërs nou precies bereiken met die pamfletten? Ik denk niet dat ze het aankondiging zijn van die grote invasie van Gazastad. Op die pamfletten staat: Palestijnen, blijf uit de buurt van gebouwen waar mensen van Hamas zitten. En dat duidt er toch eerder op dat er nog meer vanuit de lucht en vanuit tanks gebombardeerd zal worden. Het is een waarschuwing en tegelijkertijd ook een politiek drukmiddel op de onderhandelingen die op dit moment gaande zijn in Cairo. En is er eigenlijk nog enige hoop dat het vredesoverleg in Cairo iets oplevert? Nou ja, het zijn de enige onderhandelingen die op dit moment gaande zijn. Dus er is niet echt een alternatief. En je moet ook wel zeggen, op dit moment is Hamas in Cairo en Israël is daar ook. Praten natuurlijk niet direct met elkaar. Maar ze proberen onder aanvoering van Egypte en andere landen proberen ze die details uit te werken. Die gaan dan met name om de grenzen. En als je het zo aan de oppervlakte bekijkt, zou je zeggen, daar moeten ze uit kunnen komen. Maar goed, het blijkt toch altijd heel erg weerbarstig. En die onderhandelingen, het wil nog altijd niet echt vlotten. Wereldwijd is er gedemonstreerd tegen het Israëlisch offensief in de Gazastrook. In de Arabische wereld, Australië, de Verenigde Staten en verschillende Europese hoofdsteden gingen duizenden mensen de straat op. Zo'n 100 jongeren liepen in Amsterdam een stille tocht van de Poldermoskee naar de Dam. Daar werden ballonnen in de kleur van de Palestijnse vlag opgelaten. Een ballon voor elk dodelijk slachtoffer. Ook in Berlijn is de woede over de Israëlische aanval op Gaza groot. Duizenden demonstranten gingen de straat op om te eisen dat Israël het offensief in de Gazastrook beëindigt. In Londen gingen zo'n 12.000 mensen de straat op. Een aantal demonstranten bekogelden de politie met schoenen. In navolging van een Iraakse journalist die uit woede vorige maand zijn schoenen naar president Bush gooide. Minister Koenders trekt 3 miljoen euro uit voor hulpverlening in Gaza. Het geld gaat naar de VN-hulporganisatie voor Palestijnen en naar de Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis in islamitische landen.